Clayton Hamilton Jazz Orchestra nam ze de afgelopen zomer haar cd Sundays in New York op, die ze in januari aan maar liefst 750.000 AD-lezers weggaf. Was u daar niet bij? Vanaf nu is Sundays in New York ook in de winkel. Naast mij staat Treintje Oosterhuis. En meteen introduceer ik Frank McComb, de grote Frank McComb. Die heb jij meegenomen. Ja, en ik ben heel trots op. Ik ken hem al heel lang, ik ben echt al jaren fan. En ik heb hem gevraagd of hij met mij op deze cd een duet wilde doen. En dat wou hij. En nu is hij even in Nederland. Nu gaat hij ook vanavond even optreden. Daar gaat hij vanavond optreden. Ik ga mee in, ergens op het Leidseplein. People's Palace. People's Place. Jij weet het beter dan ik. Ja, dat zei je voor de uitzending. Ja, kom kijken. Nou ja, zeker. En dat is te gek. En ik hoop ook dat hij met mij nog in Carré mee wil doen aan het eind van de tour. Dus we kennen Frank. We gaan hem even nader introduceren van Buckshot Lefonk. Ja. De band van Brentford Marsalis. Die hadden een grote hit. Een klein stukje en dan weten we het meteen weer allemaal. En dat was Frank. Sometimes I tell myself I'm better off. Oh, hij wil het geloof ik niet meer weten. Wat gaan jullie nu zingen? Ain't nothing like the real thing. Ain't nothing like the real thing. Zet hem op! But I pretend that I'm not in reality. I need the shelter of your arms to comfort me. I read your letters when you're not here. They don't move me and they don't groove me like when I hear your sweet voice whispering in my ear. No other sound is quite the same as your name. No touch can do half as much to make me feel better. So let's stay together. So glad we got the real thing, baby. So glad we got the real thing. Nothing like it, baby. Treintje is tot eind april te zien in de Nederlandse theaters. Die tournee die eindigt in Carré. Frank McComb speelt vanavond dus in People's Place in Amsterdam. Gaat dat zien.